Delft 1351. Bedelaar Simon ligt op zijn gebruikelijke plekje op de Grote Markt. Plotseling schijnt er fel licht op zijn gezicht. Moerasbrandjes? Simon kijkt omhoog en ziet in een visioen de contouren van een gouden kerk met Maria op de troon. De jonge knecht Jan Kool is getuige van het voorval. Ook hij krijgt visioenen. De rest van zijn leven pleit Jan Kool bij het stadsbestuur voor de bouw van een kerk op deze plek. In 1381 is het zover. Delft start met de bouw van een houten noodkerk op de markt. Maar hout is niet goed genoeg. Stap voor stap bouwen de Delftenaren in de volgende 150 jaar een indrukwekkende stenen kerk om het houten gebouwtje. Eerst een koor, een dwarsschip en een lage toren. Dan volgen het middenschip en twee zijbeuken. Later worden ook de kooromgang en de toren voltooid. De nieuwe kerk vormt het hart van de stad. Het is een levendige ontmoetingsplaats. Rijke burgers worden in de kerk begraven. Huisdieren en kinderen spelen op de gladde kerkvloer. Maar de kerk blijft niet gespaard voor rampen. 1536. Delft wordt geteisterd door een enorme stadsbrand. De verwoestende vlammen beschadigen ook de nieuwe kerk. Orgel, klokken en gebrandschilderde ramen worden verwoest. De kerktoren brandt deels af. Het dak stort in. 30 jaar later raast de beeldenstorm door de kerk. Alles wat katholiek is, wordt vernield of verwijderd. Beelden en muurschilderingen verdwijnen. 1654. Delftse donderslag. Een met 90.000 pond kruid gevuld kruithuis ontploft met enorme kracht. De muren van de kerk worden ontzet. Ramen en dak vallen in duigen. Een snelle wederopbouw volgt. In 1872 volgt nog een ramp. De bliksem slaat in de net vernieuwde torenspits. Hij stort in. Daarna verrijst de huidige torenspits. Niet alleen het uiterlijk van de kerk verandert in de loop der eeuwen. Na de beeldenstorm wordt de nieuwe kerk protestants. De protestantse dienst voltrekt zich niet meer rond het koor, zoals bij de katholieken, maar rond de preekstoel. De moord op Willem van Oranje is de volgende grote gebeurtenis die de functie van de kerk zal bepalen. In 1584 kan hij niet worden bijgezet in zijn familiegraf in Breda. Breda wordt namelijk bezet door de Spanjaarden. Er wordt een tijdelijk rouwgraf in de nieuwe kerk in Delft geplaatst. Later volgt een imposant grafmonument. Na hem zullen bijna alle Oranjes in de nieuwe kerk van Delft worden bijgezet, in een speciale grafkelder. In de laatste twee eeuwen verandert het interieur van de kerk naar het huidige beeld. Rouwvlaggen en rouwborden verdwijnen uit het kerkinterieur. 1839. De beroemde orgelbouwer Jonathan Betts levert het imposante orgel op met zijn 3000 pijpen. In 1930 verwijdert men het witte pleisterwerk van de muren. De bakstenen worden weer zichtbaar. 1936. Prinses Juliana onthult een serie van 16 nieuwe glas- en loodramen. In 2006 wordt het laatste glas- en loodraam geplaatst. De kerk wordt nog steeds gebruikt als laatste rustplaats voor leden van de koninklijke familie.